Hallo reviewvrienden, hoe is hij daar? Hier is hij, wel ja, kan mij het allemaal bommen. Ja, soms heb ik zo'n, het zijn niet moedswings hoor, het zijn geen moedswings. Want over het algemeen ben ik stabiel depressief, heel af en toe vrolijk. Maar ik heb mijn dagen dat ik denk, het kan mij niet zo heel veel schelen allemaal. Ik heb zo'n dag dat het me niet zo heel veel kan schelen. Kan mij het eigenlijk, het kan me niet zo heel veel schelen. Ja, het is rot weer buiten. Vind ik ook helemaal niet zo'n heel groot probleem. Ik kan wel zeiken, ja, het regent heel hard en het is vies. Maar het maakt me niet zoveel uit. We hebben 3 maanden zomer gehad. Kan mij nog bommen. Ik ben wel door net de soep. Kan mij even niet. Vandaag kan het mij even allemaal niet schelen. Het kan me niet even bommen. Het bommen niet. Het maakt me gewoon gemoer uit. Ja, ik hoop dat het met jullie goed gaat. Dat jullie blij zijn. Ik ben niet blij, maar ik ben ook niet ontevreden. Ik ben gewoon... Dat ben ik. Ja, nou ja. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Leuk. Ja, ik sprak Achmedje laatst nog. Ik zeg, Achmedje, misschien moeten we een andere kant op met de reviews. Hij zegt, dat dacht ik niet. Nou ja, ook goed. Hé, ach. Ah, shit, met suiker en koek en Milka en Oreo. Hier hebben we er nogal wat van gehad. Zowel van Milka als van Oreo. En die koekenbakkers. En die koekenbakkers die verzinnen iedere keer weer wat nieuws. Ja, die moeten ook van die troep af. Oreo, wat hebben we? We hebben de meest verschillende soorten Oreo gehad. Dit zijn Oreo Crunchies. Ik weet niet wat Oreo Crunchies zijn. Ja, weet ik het. En dit zijn de... ook Oreo Crunchies. Nou, ze hadden zeker geen andere naam konden ze verzinnen. Oh, hier zit een chocola op. Het schijnt een nieuw product te zijn. Ik heb Oreo's al lang al een keer gereviewd. Weet ik veel. Milka. Kijk, mini cookies. Ook met chocola. Heerlijk. En de Milka mini wafeltjes. Ook met chocola. Het zijn kleine zakjes. Leuk om uit te delen. Op school. Of thuis. Of vreet je zo'n hele zak in je eentje weg. Om niet hem gelijk na te openen. Gelijk de prullenbak in. Kan mij naar bommen. Het enige wat ik vervelend vind, is dat ik dus wel vaker dus, Oreo heb gereviewd. En ik heb het gevoel dat dit gewoon normale Oreo's zijn in een nieuw zakje. Dus dan ben ik er commercieel dubbel en dwars ingenaaid met het idee van dat er een mogelijkheid is dat er iets anders bestaat. Maar er bestaat dus gewoon helemaal niks anders. Dat denk ik. En hier hebben ze dezelfde koekjes gewoon in chocola gepleurd. Ja, het kan gebeuren. Ik ga het wel gewoon testen. Gaat-ie. Oreo Crunchies. Ik maak hem open. Lijkt wel unboxing. Dat lijkt wel unboxing. Dat hoorde ik laatst van mijn zoon wat het was. En die zei, ja, dat doe je zelf ook aan pas. Ik weet niet wat het was. En hoe zitten de crunchies? Een hele kleine Oreo'tjes. Dit is ook een beetje van die witte meuk en het pleurt allemaal uit elkaar. De crunchies zijn gewoon hele kleine Oreo'tjes. Zal ik je vertellen wat ik vind van kleine Oreo'tjes? Lekker. Dit is grote Oreo'tjes, vind ik ook lekker. Ja, dit is prima. Is het een nieuw product? Nee. Want het zijn gewoon Oreo'tjes. Alleen heel klein. Is het anders? Ja, het is wel anders. Omdat het een soort heel klein bijtje is. Nou, ik vind het wel leuk. Ja, ik vind het wel leuk. Nou, met zo'n goede bui zal ik die met chocolade dan ook wel leuk vinden. Kijk. Ja. Kijk, hier zit dan Oreo koekjes. Die hebben van die kleintjes. En die hebben ze gewoon in de chocola gestolen. Hoe is die dan? Nou. Eigenlijk ook wel lekker. Ondanks dat ik niet van melkchocola haal. En het is echt van die melkchocola is. Is dat kleine Oreo'tje met de melkchocola eromheen ook lekker. Misschien heb ik toch een vrolijke dag. Ik zit nu al leuk te doen over melkchocola. Nou, dan kunnen we gelijk doorgaan met die bende van Milka. Want al het goede komt van Milka koeien. Toch? Dat is wel al het goede komt van Milka koeien. Ik weet het niet meer. Wat hebben we hier? Koekje met chocola. Aan de onderkant ook chocola. Heel veel chocola. Hoe is het koekje? Dat is een lekker zandkoekje. Met chocolate flakes erin. En prima koekje, ja, een beetje saai.
Een beetje saai koekje. En een beetje saai chocola. Maar, prima koekje. Prima koekje. Gaan we naar de laatste. De Milka wafeltjes. Heb ik iets tegen wafels? Zeker niet. Wat wel raar is, dat dit een balletje is. Kijk eens. Ik vind die wafeltjes wel lekker. Ik krijg dat vroeger van mijn moeder. Van die wafeltjes. Ik kreeg een heel soms een koekie. En dat was van die... hoe heet dat? Van mij van verkade. Er was zo'n boomstammetje met dat spul ertussen. Dat is best lekker. Nou, deze ook best lekker. Oh Jan, wat is er aan de hand, man? Want je zit nu achter elkaar koek en snoep en ook chocola van de melk achter de kant naar binnen te werken. En je hebt nog niet één keer gezegd dat je misselijk bent of dat je vies vindt. Nou, ik ben nu misselijk. Dan heb ik toch bij elkaar 8 van die hele kleine, het zijn hele kleine dingetjes, 8 naar binnen. En mijn maag die keert zich tegen mij. Mijn maag zegt, gadverdamme, moest dat nou? Het antwoord daarop is, ja maag, dat moest. Want ik moet proeven bij de reviews. Ik moet ook zeggen, gadverdamme, melk chocola, ik laat zitten. Want dan hebben jullie namelijk helemaal geen ene mahoer aan. Enfin, ben ik blij verrast met deze kleine zakjes. Ik dacht dat Achmedje een nieuw product had gevonden. En het valt eigenlijk wel een beetje tegen. Maar het is wel leuk. Ik vind het leuk. Ik vind die kleine dingetjes leuk. Nee, ik ben er positief over. Ja, het is toch prima. Leuk. Leuke zakjes, kleine dingetjes. Oh, ik moet wel even... Ik zit wel even te kauwen op mijn misselijkheid. Nou ja. Tijd voor de cijfertjes. En de cijfertjes worden goed. Want ik vind het leuk. En ik vind het ook lekker. En ik heb er weinig last van. Dus ja. Nou, de Milka cookies. Met chocolade onderkant en erin. Zijn prima leuke cookies. Beetje saai. En die melk chocolade maakt niet heel erg veel beter. Maar goed. Maakt niet uit. Maar het is wel gewoon prima. Het is gewoon lekker bij de thee. Niks aan de hand. Gewoon kun je gewoon lekker wegbunkeren. Krijg een sessie. Numero due. En dat is Italiaans voor... Nummer 2, en Italiaans heeft niets te maken met het product, want dit is Amerikaans voor mij, Oreo. De crunchies met chocola, die krijgt van mij ook een 6. Ik weet er niet wild van, geef ik jullie toe, ik weet er niet wild van. Maar dat heeft te maken met chocola. Is het vies? Zeker niet. Het is hartstikke leuk. Ja, gewoon een sessie. Ja. Een 7 voor de mini waffles, want die doen me denken aan vroeger en aan mijn moeder. Die leeft overigens nog steeds, dus het is niet heel emotioneel. Maar, en ik vind dat met de chocolade eromheen maakt het niet heel veel viezer. Die zijn hartstikke leuk. Ik heb gewoon een 7. Ja, is toch prima. Met een kopje thee of een bakje pleur. Of allebei. En de winnaar, en dat is misschien een beetje flauw. Dat zijn de kleine mini Oreo'tjes crunchies. Waarom? Het koudt lekker weg. Jutsen, die koekjes kan nog wel een beetje groot zijn. Maar dit is gewoon lekker. En lekker krisperig. En krasperig ook. Dus daar zou je de best zo'n zakje van leeg kunnen bunkeren. En dan word je niet zo heel snel kotsie misselijk. Want hier hebben ze dan even geen chocola omgepeurd. Nou, hartstikke leuke zakjes Milka en Oreo. Bedankt voor het proeven. En voor de ja, toch wel uitgebreide misselijkheid op dit moment. Maar het kan niet bommen. Want ik zit in zo'n dag dat het me allemaal niet uitmaakt. Het maakt me niet zoveel uit. Het komt allemaal goed. Nou, nog. Dat maakt me toch wel uit. Ik ben wel alweer verschrikkelijk misselijk.